dames en heren, jongens en meisjes, het is tijd voor een nieuwe aflevering van Community Craft. Holy shit! Dit kost mij heel veel energie, want dit is gloeiend heet buiten. Ik heb de ventilator aanstaan en de varkens zitten toe te schouwen. En het is prachtig weer buiten. En ik zit lekker binnen voor jullie Community Craft op te nemen. Ik had ook in het fucking zwembad kunnen liggen. Weten jullie wel eens wat ik voor jullie over heb? Dames en heren, jongens en meisjes, dit is niet normaal. Gewoon al 13 afleveringen lang, minimaal 500 likes. En daar ben ik jullie echt even heel erg dankbaar voor. Want dat is gewoon echt niet normaal. Vet dat jullie dat gewoon steeds doen en... Houd het gewoon ook zeker weten vol. En als we op deze aflevering weer 500 likes knallen, gaan we gewoon weer een Minecraft account eruit knallen. En mocht jij natuurlijk al een Minecraft account hebben, doe even goede like. Zou ik heel erg waarderen. En ja, ik ben hier nou bij David zijn huis. Gewoon een beetje om gewoon eens ergens anders de intro te beginnen. Lijkt me wel leuk in ieder geval. In ieder geval, wat een comment van de dag. En ik moet echt kappen in ieder geval. Ik ga me proberen af te leren. Maar in ieder geval, Niels Thijssen die zei alsjeblieft. Trek die onderland van de vuurtoren door met kobbel en logs. Die deur is lelijk naast je haven. En Niels Thijssen, daar heb je zeker weten gelijk in. En mochten jullie nou ook suggesties hebben voor mijn Community Craft wereldje, Community Craft stukje. Laat die dan zeker weten achter in de comments. Krijg je ook een beetje een kleine shout-out. Want dan komt je naam in beeld. Ik bedoel, wie wil dat nou niet, dames en heren. Laten we eerst een schep gaan maken. En jullie zien het, ik heb heel veel kobbel. Ik heb diamonds, ik heb heel veel iron en alles. Waarom, Ties? Waarom heb je dat? Nou, ik ben dus een beetje bezig minen. Ik ben één keer dood gegaan, waardoor ik 3 diamonds van de pickaxe ben kwijtgeraakt. Niet mijn beste pickaxe, gelukkig. Want dat is soap touch. Ja, ik weet niet. Ik vind het gewoon een beetje irritant. En ja, ook gewoon mijn zwaard. Het ultra goede, mega vette zwaard met knockback, sharpness, fire aspect, unbreaking. Gewoon holy shit. En volgens mij zelfs ook nog looting. Maar dat weet ik niet meer. Moet je afleveringen 3 of 4 terugkijken. Maar in ieder geval, dames en heren. Ik wil ook beginnen aan een hotel. Want ik zie heel vaak in de comments staan van... Ties maken een hotel waar gasten kunnen logeren. En dat vind ik een ultiem goed idee. Maar eerst maken we gewoon even de vuurtoren af. Dat lijkt me in ieder geval wel zo handig. Dus laten we eerst een scheppie maken. En dan gaan we dat gewoon doen, want het staat inderdaad niet mooi. En ik bedoel, ja, je gaat geen vuurtoren op dirt bouwen, oké? Okay? Nee, geen één aardappel doet dat, dus wij ook niet. Ja, ik ben een aardappel, weet je. Want ik heb aardappels in mijn hand, nu ben ik een aardappel. Oké. Nee, Ties, nee, ik wil het niet doen. Dankjewel. Nou, ik ben in ieder geval heel benieuwd of jullie de 500 likes gaan halen. Gisteren was het close. Het was close. Binnen 24 uur 400 nog wat likes. Maar wel echt bijna tegen de 500, waar ik alsnog heel dankbaar voor ben. Maar we hebben gisteren ook niet zo heel veel uitgevogeld. Dus ik wil daar verandering in brengen. Wij willen meer doen in de Community Craft afleveringen. En dat gaan wij, daar gaan wij hopelijk realiteit in brengen. Eerst wil ik dit eventjes gaan omsmelten. Oh, ik zie hier nog wat meer aardappels. Hartstikke mooi. Ja, wij willen dit gaan omsmelten. Dus laten we dat gelijk even allemaal daarin pleuren. Hartstikke mooi. Even kijken. Dit kan weg. Bam, bam. En dan duw hier ook nog wat in. Deze chest is zo leeg, weet je. Een beetje lonely en alles. Zo. Nou, kijk. Diamonds kunnen er ook wel in. Die horen daar nu op dit moment gewoon even thuis. Want die hebben we op dit moment gewoon niet nodig, gelukkig. Nou ja, gelukkig. Ik weet niet. Is dat gelukkig dat we diamonds niet nodig hebben? Ik weet niet. Kan goed nieuws betekenen, maar ik weet het niet. In ieder geval, ons avondje begint er pittig cozy uit te zien. Deze hoek ben ik sowieso ook niet blij mee. Ik bedoel, hier komen de kraampjes. De markkraampjes. Dus laten we dit ook gelijk even weg gaan hakken. Mijn geluid staat voor mijn gevoel iets te hard. Voor jullie waarschijnlijk niet. Omdat ik er met mijn hele harde kop overheen praat. Maar ja, ik weet niet. Hebben jullie trouwens gisteren al de Ties Games compilatie uitgecheckt? Ik ben heel benieuwd. Gisteren was er trouwens geen aflevering. Want... ja, waarom was ik gisteren een aflevering, Ties? Nou, het was gisteren de 17e van juli. En de 17e van juli is mijn broertje jarig. Dus ja, hier waren de hele dag mensen. Meestal neem ik Community Craft op rond 3 uur. En toen was de verjaardag al begonnen. En ik werd om 12 uur wakker. Dus ja, mijn slaapritme is pittig verneukt. Al zeg ik het zelf. Ja, gewoon 3:30 in slaap vallen. Vind ik heel kut. Ik bedoel, ik wil ook gewoon lekker om 1 uur liggen pitten. Maar nee, mijn lijf kiest daar niet voor, weet je. Nee, nee. Nou, dan ben je moe, hè? Nou, maar ik ga zo meteen in ieder geval naar het zwembad. Maar eerst moet ik nog dit allemaal voor jullie gaan renderen. En oh, wat een kutleven, Bik, hè? Ja, oh. Ja, weet je, nou, maakt niet uit, maakt niet uit. In ieder geval, ja, kap met dat in ieder geval, Ties. Ik weet niet. Ik vind een goed stopwoordje, want... ja, als ik gewoon over wil naar een ander onderwerp, ga ik in ieder geval zeggen. Het is gewoon een beetje een stopwoordje voor mij, denk ik. Ik weet niet. In ieder geval, ja, dat zou ik dan zeggen, weet je. Dus, ja... Het is heel moeilijk voor mij om het af te leren.
ik zeg dat volgens mij echt al een jaar of zo. In ieder geval dit en dat en dat. Maar meestal neem ik ook op met mensen of zo. En dan, ja, dan zeg je niet zo heel vaak in ieder geval. Want het is best moeilijk, geloof me maar, om gewoon een beetje te lullen. Ondertussen dat jij dit aan het doen bent. Trouwens, we zijn helemaal niet de vuurtoren mooi aan het maken. Ik wil gewoon dit hoekje ook mooi hebben. Maar ja, deze koppel moet nog eens weg. Ja, laten we dat nu gelijk even doen. Dan vullen we dit nog wel eens een keertje op met slaps. Misschien ook nog deze aflevering. Ik geef voor jullie deze keer, voor deze ene keer, een wat langere aflevering. Want ik wil ook al beginnen aan mijn hotel. En dat hotel, dat komt daar zo of hier zo? Ik denk dat daar zo mooier is. Want ja, ik wil gewoon niet echt een te groot hotel. Zo cool, yo. Die is volgens mij Dion of zo. Dion heeft te veel gevraagd. Het kan, ik kan fout zijn. Ik heb geen idee. Nou, laten we. Zo, nou, hartstikke mooi. Even kijken. Oh, wacht. We hoeven helemaal niet naar boven, joh. We hoeven helemaal niet naar boven. Nee, dat is helemaal niet nodig, joh. Maar in ieder geval, weet je wie ik ben? Dion. Dion. I don't know. Volgens mij is het Dion. GG. Maar in ieder geval, zeg ik het weer. Het is zo kut, ik weet het. Het is zo irritant, dames en heren. Maar volgens mij letten jullie er minder op dan dat ik het doe. En ja, ik vind het eigenlijk best wel kut. Maar in ieder geval, kut! Nee, Ties, niet zeggen, niet doen. Kijk, die inkvis erachter, die zegt ook al, Ties, nee, dat moet je niet doen. Dat vind je niet leuk. Nee, is niet leuk. Nou, laten we hier even gauw dit doen. Kijk, dan wordt het gewoon een beetje mooier. Dat vind ik in ieder geval, oh my god. Ja, in ieder geval, daar had een andere betekenis. Geef toe, daar gebruikte ik in ieder geval voor een ander iets. Dus die telde. Oké. Okay. Maar we moeten gewoon eens bijhouden in een aflevering hoe vaak ik in ieder geval zeg. Maar in ieder geval. Jullie moeten het gaan bijhouden. Ja, dit gaat er zoveel mooier uitzien. Maar jullie moeten dat gewoon eens gaan bijhouden en dan in de comments gaan zeggen wat het getal is. Hoeven jullie niet alleen maar dat te zeggen, want anders is het geen comment van de dag meer. Dat zou een beetje kut zijn, want ik bedoel, ja, jullie laten comments achter. Jullie willen een shout-out in de video. Ik vind het helemaal geen probleem. Ik snap het wel dat jullie het leuk vinden. Vinden jullie dat überhaupt wel leuk dat ik comments behandel? Dat ik comments behandel in de aflevering. Ik bedoel, ja, het kan best zo zijn dat jullie dat niet leuk vinden. Ja. Ties, oh my god. Je komt zo moeilijk uit je woorden af en toe. Ja, dat was nu zo'n moment. Ik weet het. Het is zo irritant af en toe. Yup. Nou, laten we even dit gaan weghakken zo. Even kijken. Hi, mensen van Ties Games. Ik zei, oh my god. Even kijken. Zo. Nou, ik word wel helemaal afgeleid als iemand iets in de chat... iets in de chat zegt. Nou, Ties, en nu met je hoofd bij de opname. Met je hoofd bij de opname. Wacht, hebben we Cloud Shadow aan? Nee, het is gewoon de dikke schaduw. Dikke schaduw van de vuurtoren. Even kijken. Ja, dit kan in principe ook wel weg. Alleen ik heb geen schep meer, dus ik ben lui. Maar, we hebben nou wel dit. Zie? Oh, wacht. Hier mist nog iets. Ik vind dat hier ook koppel moet. Zo, is wel zo logisch, weet je. Zo. Ja, even van een afstandje kijken, want volgens mij ziet het er nu veel mooier uit. Even kijken. Ja, kijk eens joh. Goed idee, Niels Thijssen. Ja, ik heb hem hier gewoon staan. Even kijken. Wat hebben we nou nog meer nodig? Hout. Laten we die slabs een andere keer doen. Ik ga nu even kijken hoe we dit hier gaan doen. Nee, hij staat helemaal niet achter me. What the fuck? Oh my god, andere achter je. Ja, oké, nu traf ik er niet meer in. Troller. Troller to the max. Te veel gevraagd. Je weet. Zo, nou, laten we even gaan kijken. Hier wil ik sowieso mijn hotel doen. Even kijken. Hier komt mijn hotel. Alleen, ja, waar komt de lobby? Want we willen een lobby op de eerste verdieping. Een restaurant. Een plek waar je koffers kan opslaan. Nee, dat schrappen. Het slaat nergens op. WC's. Zwembad. Ja, dat zijn vier dingen die je gewoon op de begaande grond nodig hebt. Dus, hier komt de lobby. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, hop. 6 uur. Even kijken. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oké, nou wil ik de tel kijken. 1, 2, 3, bam. 1, 2, 3, bam. Zo groot wordt de lobby. Ik weet niet of dat goed is. Dan, ben ik net weg. Veel plezier dan. Lol. Even kijken. Zo.
Awkward stilte. Nou, zo groot wordt de lobby, denk ik. Dat is wel mooi. Ik vind het een mooie, mooie... Waar ga je naartoe? Ik ben wel benieuwd waar hij naartoe gaat, eigenlijk. Ik ga even nog een schepje maken. En het wordt alweer nacht, dames en heren. Holy shit, dames en heren. Het wordt weer alweer nacht. Oh my god. Nou, leuk. En toen negeerde hij me. Of hij typt gewoon heel langzaam. Oh, cool. Cool. Zo cool. Zo cool. Zo cool. Zo slecht, want hij ook zo cool. Ah oh, nee, waarschijnlijk snap je hem niet eens. Oh my god. Sowieso vloggen voor leven. Ja, ja, ik ga ook vloggen als ik op vakantie ben. Want dat is gewoon leuk. Ja, dat is gewoon leuk. Ik ga lekker vloggen als ik op vakantie ben. Wacht, hier hebben we ook nog een schep. Laten we die gelijk eerst even kapot maken. Dat is wel zo handig. Maar ja. Jongens, ik kom heel moeilijk aan mijn woorden vandaag. Het is warm, jullie merken het waarschijnlijk. Maar hopelijk doen jullie alsnog die like. Ook al is het een beetje een vage aflevering. Maar dat is het altijd wel eigenlijk. Dus eigenlijk maakt het gewoon helemaal niks uit. Holy shit. Dames en heren. Maar laat gewoon even achter. Ik wil niet een strak hotel met zoveel verdiepingen. En dan allemaal balkonnen en alles hetzelfde. Ik wil wel een beetje variatie in mijn hotel. Dus het moet gewoon een beetje... Ja... Het moet gewoon een beetje anders eruit zien dan andere hotels, weet je. Het moet wel gewoon een echt Community Craft hotel zijn. Hoeveel mensen zitten er in Community Craft? Volgens mij een stuk of 40. Dus als we nou gewoon 40 kamers maken... Is zo logisch. Ik bedoel, dan kan... als het echt zo vol gaat zitten... Waarschijnlijk gaat niemand erin zitten. Dat is het leuke eraan. Ik bedoel, dan heb je gewoon een leeg hotel met niemand erin. Dat is het leuke. Dat is de grap, dames en heren. Dat is de grap. Ja, even kijken. Zo... Nou, de maan. Ik zie nog geen monsters, dus... Ja, ik zie wel al monsters, maar dat maakt niet uit. Hè? Gelieve mij... Wat hoor ik hier allemaal? Ik word altijd zo snel afgeleid, dames en heren. Het is niet normaal. Ik heb trouwens echt... Ik heb niks met spinnen, jongens. Zo'n hooiwagen. Jongen, ik schijn in mijn broek, jongen. Ik zweer het. Er hangt er eentje boven mijn bed. Die is dik. Die heeft dikke poten. Minimaal 2 mm. En dat vind ik dik. Ik vind dat... Nee, ik heb het gewoon echt niet met spinnen, jongens. En vooral die dikke huisspinnen. Oh nee, daar heb ik weer het gevoel dat er eentje onder mijn tafel zit. Nou wil ik gewoon zekerheid. Nou, er zit niks onder mijn tafel. Dat is dan wel zo fijn. Wat? Waarom ging het eraf? Oké. Maar ja, ik heb gewoon niks met spinnen. Hebben jullie iets met spinnen? Kijk, het zijn gewoon... Ik bedoel, waarom vind je vliegen dan niet erg? Waarom vind je... hagedissen dan niet echt is, whatever. Ik bedoel, ja, ik heb gewoon niks met spinnen. En spinnen, misschien is het ook wel iets van... Vanaf kleins af aan is de medemens bang voor spinnen. Misschien ben je daarom bang voor spinnen. Ik bedoel, als mensen spinnen als huisdier hadden... Misschien was je er dan niet bang voor, weet je. Ik heb echt geen flauw idee. Maar dit was in ieder geval de lobby van het hotel, dames en heren. Hier gaan we in de volgende aflevering mee verder. Dus wees er zeker van dat jullie die aflevering gaan kijken. En holy shit, dames en heren. Ik heb er weer zin in. Ik zie jullie morgen om 6 uur. Vergeet niet die like te doen op deze video. Het was een beetje een rare video, maar dat maakt niet uit. En dan zie ik jullie morgen in een nieuwe aflevering van Community Craft. 6 uur. Op dezelfde zender. Hallo, zo. Jij komt niet bij mij. Dames en heren, tot de volgende keer. Ciao.